hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben met Nesje. Wij gaan even lekker samen ontbijten. Nou jongens, overal gezocht voor een eetplekje. We willen heel graag een Turks ontbijt. We zijn net laat, want het is nu 2:15 en alles was gewoon tot en met 2:00 geopend. Tenminste, ontbijt. Je kon overal nog ontbijt krijgen voor 2:00. Het is nu 2:15, dus we zijn even doorgereden. Het is ook echt gewoon tyfus weer. Maar we zijn even gereden naar Basel en we gaan hier na een heel lange tijd even samen eten. Gezellig, hè, Nessie? Leuk alweer. En Nessie is helemaal netjes gekleed en ik heb gewoon een joggingbroek hieronder. Dat is altijd zo. Eén van de twee moet altijd als een zwerver uitzien, de andere ziet er dan helemaal perfect vaak uit. Vaak ben ik de zwerver. Niet waar! Wel. Zeg walla. Walla. Oh, je bent echt... Ik hoor dat de jurkjes en zo. Ik heb bewijs op mijn vlogs. Ach, waar zijn we dan, Nes? Ja. Hier dus gewoon de hele dag kan je gewoon lekker ontbijt krijgen. Dus daar zijn we echt blij mee. Oh. Waarom? Zoals het hoort. Ja, ik heb daar erg zin in. Desmond heeft een uitgebreid menu genomen, een ontbijtmenu. En ik heb een linzensoep genomen. En dan krijg ik een soep. Mag maar wel veel, hoor. Ze hebben hier dus helaas geen amandelmelk. Maar goed, ik ben voor een cappuccino gegaan. Lekker weer met sucreen. Zo, zien jullie dat hun kleuren nu echt veel beter zijn dan net? Mijn camera was gewoon een heel verkeerde instelling, sorry man. Ik heb weer teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Ik heb hier lekker een soepje. En desmee een ontbijtje. Kijk, ik krijg een beetje een pannenkoekje met fruit, kaas, zoet. Geen idee wat het is, moet ik zeggen. Kijk. Dit is de linzensoep. Ik heb hem al geproefd. Hij is echt lekker hier. En ik had het echt niet verwacht. Maar hij is echt heel goed gekruid. Dus ik wil al de hele week Turkse thee. En mijn thee is gewoon op. En ja, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Dus ik ben even naar de Shanghan gegaan, Rotterdam West. En hij. Ja, die vis staat niet meer of zo. Wij komen, we zien gewoon een gat in de muur. Er is gewoon niks. En Nessie lacht me uit, omdat ik het al zo lang zo graag wil. En nu ga ik dus naar een andere vestiging. En Nesje me zegt dat hij vandaag op stap gaat bij mij, maar het maakt niet eindig, want het is alweer 3:00 en hij zit niet thuis. Oké, jongens, ik heb mijn thee gescoord. We gaan zo'n koffieapparaat kopen, kunnen we Turkse koffie maken. Guys, ik moest een nieuwe kam hebben voor Dinar eigenlijk, voor haar vacht. En Nesje heeft deze gekocht. Maar ik weet niet of deze goed is, want ik had wel eens gehoord dat deze best wel slecht is voor de vacht. Dus laat me AB weten. Ja, I know, maar hij doet ook echt zijn werk, maar volgens mij is het niet goed voor de vacht. Het was of deze of een andere die nog kleiner was zelfs. Echt? Ja. Zo, wij zijn weer thuis, zo mijn haar ziet er echt niet uit. Wij gaan even Dinar heel goed kammen. Ik hoop echt dat deze kam echt goed werkt. Maar ik denk dat ze heel veel haren gaat verliezen, want we hebben haar echt lang niet gekamd. En is echt zwaar nodig bij haar vacht. Dus ik zet de camera even hier neer. Dinar? Dinar? Je gaat aangepakt worden, vriendin. Van ga even pakken. Heb je het al uit de verpakking? Ja. Dina! Oh, Dina, ik heb Lira, jij ook hoor. Lira, jij ook. Ik heb heel medeleden met jou. Nou, ik niet. Zo. Kijk deze haarbal. Allemaal van Dinar. Ze zo echt heel goed stofzuigen. Kijk die Nari! Wat is dit? Kijk het als ik het ja, doe de baal. Wat moet je doen? Die Nari. Kijk. Doe normaal! Nee. Nu is Lira aan de beurt. Die heeft echt een heel andere vacht. Kijk, en Dinar kijkt toe. Dinar ziet er wel echt veel schoner uit. En nu even heel goed stofzuigen. Dus ik wil even aan het schoonmaken, het is etenstijd. Dus ik dacht ik ga even heel snel mat maken voor Nessie.
Ik heb nog niet echt veel trek, maar ik heb hier nog rijst van gisteren die we hadden besteld. Ik heb het niet gegeten, ik eet geen rijst. Dus we hebben nog best wel veel over. En ik had hier nog falafel uit de diepvries, doe ik even in de oven voor hem. Gewoon echt heel makkelijk. Even een simpele salade voor erbij maken. Bij Nessie hou ik het gewoon even simpel. Gewoon slaatje met zout en olijfolie is echt zijn fave. Kijk. Klaar. Dit zijn trouwens onze aankoop van de Turkse winkel. Nessie heeft deze gekocht, want die had hij gezien bij Meadow. Die eet hij dus met ijs. Ja. Ik heb dit gevonden. Ik heb een glazen borrel gemaakt met vermicelli erin. Je hebt dus kant klaar zo. Volkoren borrel is het ook nog. Dus supergoed. Ik heb zonnepitten gehaald, die zwarte versie zonder zout. Perfect. En ik heb Turkse koffie gehaald. En ik heb thee gehaald met kardemom. Kijk hoe handig. Dit is dus voor de Turkse koffie. Ik hoef het dus niet meer in zo'n kannetje te zetten. Maar dat gaat dus automatisch met dit apparaat. Super handig. De falafels zijn uit de oven. Ik heb er eentje geproefd. Ze zijn echt heel erg lekker, moet ik zeggen. Ik denk dat ik ook even mee ga eten. Want ik heb alweer trek gekregen. Dit is mijn bord. En dit is Nessim's. Oeh, warme bordje. Dit is Nessim's bord. Rijst, falafel, hummus en salade. Ik heb lekker schoongemaakt. Een soort van gekookt. Even heel snel. We gegeten. En nu ga ik lekker douchen. Ik moet echt heel nodig mijn haren wassen. Kijk, één keer. We waren vandaag eens naar het Alexandrium. En Nessim ging mij heel hard knuffelen. En toen vloog deze oorbelgon eruit. Toen was ik het oorknopje kwijt. En was ik heel veel aan het zoeken. Maar ik heb hem uiteindelijk wel gevonden. Maar ik was echt al heel erg aan het balen. Zo, ik heb dus lekker gedoucht. En nu ben ik weer onderweg naar Honey. Want, kijk, ik heb deze T7 mee. Ik ga het jullie even laten zien. Ik heb dus de verkeerde thee gehaald. Ik koop altijd die theezakjes van Chai Ahmed. En ik heb dit keer van die losse thee gehaald. En ik heb hier dus echt helemaal niks aan als ik een thee kan vol met thee wil. Dus ik heb een ander soort theezeef nodig. En die ga ik dus nu ophalen bij Honey. Zij lachten me echt uit, want ik heb altijd echt rare shit nodig gewoon. Ik heb lekker kersen mee. Die ben ik nu lekker aan het vreten in de auto. Dat vind ik echt zo lekker, hè, de laatste tijd. Kersen. Echt love it. Even serieus, besef even hoe graag ik thee wil drinken. Ik doe echt zoveel moeite gewoon vandaag. Gewoon bedankt voor de T7, hè. Doei doeg, hey, doei Marcel. Kijk, het wordt echt een chill avond. Niet voor mij, net als PlayStation aan het spelen, maar hij heeft zonnepitten voor mij klaargelegd. Top. Zo, guys, ik ga vanaf nu even mijn oude routine weer oppakken. Wisten jullie dat ik gewoon in Turkije gewoon bijna 2 weken lang, we waren daar uiteindelijk wel 10 dagen... Dat ik gewoon mijn supplementen helemaal niet heb geslikt. Ik had ze echt netjes mee in mijn koffer en alles. Maar ik heb ze niet geslikt. En ik merk er alle gevolgen van. Echt letterlijk. Want ik slik ook bijvoorbeeld magnesium. Dus oh, bah. Oké, mijn supplementen. Nee, ze is echt heel aan het kletsen met mensen op PlayStation. Mijn supplementen dus. Ja, bijna 2 weken niet geslikt. En ik merk er echt de gevolgen van. Ik slik natuurlijk ook magnesium en zo. En... ik voel het echt aan mijn benen, jongens. Mijn rusteloze benen zijn gewoon teruggekomen. 2 weken niks geslikt, besef dat. Mijn medicijnendoos is er weer. Ik ga weer even alles klaarleggen. Even slikken voor slapen gaan. Guys, ik heb het ding net gewassen. Nu ga ik hem uitproberen. Ik word hier echt zo fucking vrolijk van. Ik ben echt een oma. We zijn dus voor deze koffie gegaan, want volgens de verkoopster was deze het lekkerst. Mocht je een andere versie kennen die beter is, let me know. Het enige stomme is dat ik dus niet van die koffiebekertjes heb kunnen scoren daar. Maar ik heb wel deze. Ik heb gewoon even de helft. Ik ga helemaal stuk. Kijk mij gewoon aan een meneer vragen hoe ik het moet maken. Nou jongens, dit is het recept. 1 toetjelepel. Ik doe meestal volle lepel, maar ligt aan jezelf en de koffie die je hebt gehaald qua sterkte. Een halve toetjelepel suiker. En 1 Turkse koffiekop water. Klein beetje roeren en loslaten. Daar gaat hij. Ik ben echt heel benieuwd. En als hij dus gaat borrelen, dan moet ik het gelijk inschenken. Eerste keer koffie maken is gelukt, jongens. Kijk, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. Emily lacht me helemaal uit. Maar wat ik dus heb gedaan, is de deksel erop doen. Terwijl die bezig was en dat hoort niet. Ik ben echt stupid. Oké, jongens, daar gaan we weer. Ik ben echt super bang. Oké, ik moest de eerste paar seconden roeren. Oh my god. Ik ben zo bang. Oh my god, ik heb hem. Ik heb hem, mijn eerste Turkse koffie, jongens. Ik ben zo trots op mezelf. Emily is op me net helemaal uit te lachen. Ik ga heel trots nu een foto maken van mijn kopje koffie. Ik
Kijk dan, ze geven nog allemaal instructies en alles. Het is echt oprecht lekker, geen grap. Ik heb hem dus ook gemaakt met sucrine, dus niet echte suiker. Echt lekker.